Dames en heren, welkom op de persconferentie naar aanleiding van de steekderby tussen Oostende en Roeselare. Ik geef graag het woord aan de bezoekende trainer voor zijn analyse van de wedstrijd. Ik denk een verdiende overwinning van Oostende. Ze hebben meer druk kunnen ontwikkelen. Ze hebben een aantal kansen, halve kansen gehad, toch wel iets meer dan ons. Ze hebben zeker aanvallend wat meer klaargemaakt dan ons. Maar ik vind het toch wel heel jammer dat deze wedstrijd op zo'n veld moet gespeeld worden. Er zijn twee ploegen die kunnen voetballen. En dan zie je dat ze alle twee zware last hebben van de staat van het veld. Halve hensfouten die normaal nooit gebeuren. Ballen die slecht botsen, hoger botsen, lager botsen. Enfin, goed, het was moeilijk om technisch voetbal te brengen. Wij spelen graag een soort combinatievoetbal waar het rap in één tijd kan over de grond. Dan zie je dat we in het gevechtsvoetbal duidelijk overpowered worden door Oostende. Balsterkte. Ook het agressief verdedigen, ik noem het gezond agressief verdedigen, dat was zeker in ons nadeel. Daardoor zeg ik van, we hebben een paar halve kantjes gehad, maar het is duidelijk dat in ons offensief compartiment, en we hebben dat daarnet al besproken ook, dat er veel te weinig klaargemaakt werd. Plus dan ook, we krijgen het deksel op de neus en ik zeg het verdiend, we moeten daarin eerlijk zijn. Oostende staat 15 punten hoger dan ons, dat kon je misschien vandaag niet zien in het aantal kansen, maar dat kun je wel zien in de mentaliteit van de ploeg. De mentaliteit van de ploeg is zeer voorbeeldig. Ze blijven knokken tot de laatste morsel, blijven tot de laatste 5 minuten erin geloven dat het nog gaat lukken. En dan zie je dat bij ons dat er een laksheid zit, dat er terug een voorzet kan vertrekken. De zoveelste voorzet die zomaar kon ongehinderd vertrekken. En dan weet je dat je niet hoger moet kijken dan de plaats waar wij staan. Hè. Maar ik ga niet lang spreken, want ik vind dat alle krediet moet gaan naar de andere kant van de tafel. De trainer die we nog gehad hebben als speler, die toen al karakter toonde en die het nu nog eens toont. En die toont dat Oostende waarschijnlijk rechtstreeks naar een eindronde ticket gaat. Met die 18 op 18. We vonden natuurlijk dat ze tamelijk snel in de pers naar 18, dat is al een paar weken, dat ze spreken van 18 op 18. Dus we hadden graag daar een stokje voor gestoken. Maar het terecht, power, de slimheid, gezonde agressiviteit heeft ons vandaag belet om een punt te pakken en wij mogen geen aanspraak maken op 3 punten, wij moeten aanspraak maken op 1 punt. Had dat gekund, maar zelfs dat niet. Krediet aan Fred en aan zijn ploeg. Ik hoop dat we binnen 2 jaar alle twee moeten tegen elkaar nog eens die derby spelen, maar dan in eerste klasse. Trainer, dank u wel. Fred, uw analyse. Ja, ik kan Gabi gewoon deze volgen in die analyse. Hè. Dus het was een slordige wedstrijd. Het was veel balverlies langs wederkant dan normaal. Goh, veel minder gebeurt bij ons, ook bij Roeselaar. Ik heb ze al een paar keer zien spelen. Normaal komen ze goed uit de verf qua voetbal. Vandaag iets minder. Wij ook iets minder. Veel balverlies, onnodig balverlies. Verkeerde passes, verkeerde keuzes. Of dat al altijd met veld te maken heeft, weet ik niet. Maar het was toch opvallend dat er vrij veel waren vandaag. Neer snel vond ik ons goed. Heel goed start, heel gretig. En dan zie je natuurlijk dat we een beetje ongeduldig beginnen te komen. Dat we gewoon zijn van de eerste 20 minuten te scoren thuis. En nu gebeurt dat niet. Roeselaar was de posities op de stilstaande fase waren heel goed ingevuld. Kennen ons goed op dat vlak. En ze waren ook niet echt schitterend getrapt vandaag. Dat was ook een klein minpuntje vandaag van ons. Zowel Johan als Ash trapten ze niet goed. Veel te laag, niet goed aangesneden. Maar bon, dat kan gebeuren, het zijn mensen, het zijn geen robots. Je kunt een keer een mindere dag hebben, maar dan tonen ze wel die mentaliteit. En dat telt voor onze ploeg. Iedereen zegt de 3 laatste wedstrijden, Oostende speelt iets minder attractief. Oké, we zijn in een periode gekomen dat het allemaal niet meer zo telt. Nu telt die 3 punten en al de rest is voor mij bijzaak. Ik wil zo snel mogelijk zekerheid. Wat eindronde betreft, want nu ga ik klaar en duidelijk zeggen, we zijn op 7 wedstrijden van het laatst. Ik heb het altijd van mij weggeduwd of van de groep trachten weg te houden qua druk. Maar vanaf nu gaan we vol voor dat ticket voor de eindronde. Laat ons daar eerlijk in zijn. Dus we hebben 12 punten voor op Lommel. Nu moeten we nog juist 1 ding in doorhouden. Is Boussu. En voor de rest moet je naar je eigen kijken. Als je zelf dat parcours nu blijft afleggen dat we bezig zijn, dan ga je normaal bij zijn. Laat ons zijn dat je voor 90% zeker bent tot nu toe. Maar in het voetbal, 10% is veel in het voetbal. Dus laat ons daar over die eindrondambities al klaar en duidelijk zijn. 2-11 vond ik, ja, gelijk dat Gabi zegt, power. Een beetje ja, de mentaliteit dat ik wil zien.
De discipline op vlak van verdedigen was perfect. We stonden goed. We hadden ons ook iets aangepast, want ik vond dat we in de heenwedstrijd iets te veel weggespeeld werden in het middenveld. En we vandaag iets beter gedaan met doordekken. Op Serebrennikov doordekken op de Klerk was perfect. Want dat Lars ook, die Lalo, vandaag totaal uit de match gehouden heeft, was ook goed gedaan. Dat was allemaal mee opzet. We hadden daar genoeg op getraind van de week. En dat is allemaal goed gelukt. Maar in balbezit was het veel te weinig vandaag. Laat ons dat duidelijk zijn. De mannen die het balbezit moeten creëren of met de idee's moeten spelen voor de ploeg vooruit te krijgen of vooruit te duwen en voor het doel komen, waren iets minder. Maar ze hebben dan wel een goede mentaliteit en een goede werkkracht in dienst van de ploeg bewezen. En dat is positief. En dat was een van de doelstellingen. Weer Oostende zien van vroeger. Niet altijd mooi, maar weer altijd tot uiterste gaan. En dat hebben we vandaag gezien. Heren van de pers, zijn er vragen aan een van de trainers? Drie vervangingen bij u, maar dat echt tactische vervangingen? Goh ja, tactisch. Michiel zat niet goed in de wedstrijd vandaag. Ik heb hem dan nog kosten met de rust al vervangen, maar ik hou daar niet zo van. Omdat het dan, ik vind altijd, je moet nog 10 minuten, kwartier de tijd laten aan iemand voor misschien iets recht te zetten, tweede helft. Dat lukte niet echt, zat niet goed in de wedstrijd. Had nogthans veel ruimte, wat dan Michiel normaal gezien met die ruimte toch wel heel gevaarlijk kan zijn. Heeft veel te sloten gespeeld en ik denk dat die wissel logisch is. Dat kan gebeuren, ik pak die jongen niks kwalijk. Volgende week staat hij gewoon aan de aftrap, daar is geen probleem aan. En wanneer ik Pintoetje ingebracht heb, was voor meer, nog iets meer snelheid, meer iets, ja, trachten de individuele actie op de flank te brengen. De tijd was kort en dan scoren we natuurlijk ook direct. En dan Sam, dat was voor tijd te winnen. Dus was, De meneer dacht dat u 5 nieuwe spelers had tegenover de vorige week. En u hebt jezelf de 11 de volgende wedstrijd laten staan. Er was Voskanian die geschorst was. We hebben Bram van de Bussen die uit schorsing kwam en De Waast die terug fit is. Dat is inderdaad, die kwamen terug in de ploeg. Sven de Rechter ook. Goed, dat is in de lijn van de verwachtingen zoals er gepresteerd werd op de training. Was dat duidelijk dat De Waast zijn kans moest krijgen en dat heb je ook duidelijk gezien. Dat is een jongen die centraal in de verdediging, zeker tegen de kopbalsterkte van Oostende, voor ons heel, heel bruikbaar was. Ook naar agressiviteit toe tegen een type als Van Damme. Ten andere, een type als Van Damme is iets wat wij dringend moeten hebben als wij een bal willen bijhouden in de hoogste lijn. Je hebt ook gezien, Papa Sene heeft meer weggegleden dan wat anders. Als wij dan niet kunnen schuiven tegen een ploeg die zo gretig omschakelt en zo gretig de diepte zoekt, dan is het natuurlijk om problemen vragen. Goed, we hebben proberen de best mogelijke ploeg op te stellen vandaag. Dat is bijna gelukt, maar aanvallend was het. Fred is streng voor zijn aanvallers. Bij ons was het toch nog 10% minder en 10% is inderdaad veel. Juist. En eigenlijk, ik heb het doelpunt ook niet gezien, want ik was bezig met de wissel voor te bereiden van Bowen. Het is zo dat Bapassene zich half kwetst in de opwarming aan zijn rug. En dat er toen twijfel was. En dan hebben we gezegd van oké, als we dan Papa moeten vervangen, dan is het beter Bowen dat we kunnen inbrengen. En dat waren we ook bezig met voor te bereiden. Maar dan, ja, 5 minuten voor het einde krijg je een nekschot en dan is het toch wel bijna over, want eigenlijk krijg je dan nog een heel goede kans op het einde, waarbij de scheidsrechter zich duidelijk verkijkt, want het is niet die Lalo die die bal over de lijn gebracht heeft. Maar goed, dat zijn geen, dat is nu 1 kans in 90 minuten of 2,5 kans in 90 minuten. Dit is veel te weinig op dit niveau. Nog vragen? Geen vragen meer. Dank u wel, dat is het einde van de persconferentie.